Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Pinkt.nl. Mijn naam is Bianca en ik heb vandaag een Prey Air haul unboxing. Shoplog? Nee, shoplog niet. Haul, denk ik. Ik heb de afgelopen dagen, weken ongeveer, wat producten toegestuurd gekregen van bedrijven en PR-bureaus. En daarvan heb ik er een aantal. Niet alles, sommige dingen staan al in de badkamer of zijn al in gebruik of heb ik al getest. Dat ik dacht van, nou, dat laat ik dan niet meer zien. Dus ik laat het product aan jullie zien. Vertel er iets meer over wat ik weet uit mijn hoofd. Want ik weet niet van alles, alle informatie uit mijn hoofd. En deze video's als een soort disclaimer zijn niet bedoeld om op te scheppen. Maar alvast een preview aan jullie te laten geven. Van wat kunnen jullie gaan verwachten in video's of in reviews op pinkt.nl. In artikelen of waar dan ook. Of in een winactie. Sommige dingen zullen daar ooit misschien ook in voorkomen, omdat ik niet alles zelf kan gebruiken. Maar goed, als eerst is er net via de post wat binnengekomen. Namelijk van Zenner, dat is voor sterren. Een haarbandje. Heel leuk, lekker glitter, goud en streepjes. Volgens mij zo'n chevron streep. Zo'n vorm, zeg maar. En haarspeldjes met, jawel, een sterrenprint. Hartstikke leuk. Dit is van de Next Generation. Van Nivea heb ik de Michelin 3-in-1 reinigingsdoekjes ontvangen. De reinigingsdoekjes van Nivea gebruik ik regelmatig. Maar dit is dan nieuw met Michelin water of zo gecombineerd. Ik weet niet of ik dit ga gebruiken om mijn make-up eraf te halen. Misschien om te testen. Maar meestal gebruik ik dit soort doekjes om zwartjes te verwijderen. Ik ben benieuwd waarom. Zou dat dan heel anders zijn dan de gewone doekjes? Of omdat er Michelin water in zit? Dan een heel leuk tulle roze zakje van Rimmel. En er zit een knoop in. Wacht ervoor. Echt voordat ik dat open heb. Misschien had ik dat beter eerder even kunnen doen. Even kijken. Er zit een Rimmel lipstick in. Met een samenwerking met Kate Moss. Nou weet ik niet of die lijn helemaal nieuw is. Of allemaal nieuwe kleuren. Of dat ze hem gewoon onder de aandacht brengen. Dat lezen jullie dan ook wel in de review. Als jullie daarna kijken. Maar dit is de Lasting Finish bij Kate. Lipstick in de kleur 53 Retro Red. Ik laat het wel even zien. Ik heb het erover, maar ik heb hem nog niet laten zien. Het zijn diverse kleuren verkrijgbaar. En dit is, wauw, echt prachtig. Een beetje donkere kleur alweer voor de herfst. Maar heel mooi. Komt zeker een artikel over. Want de producten van Rimmel, daar ben ik nog niet heel erg mee bekend. Dus leuk maar uit. Die Ambrosolaire Kids lijn ontvangen. Tenminste twee producten. Even kijken, wat is dit? De Wet Skin Milk en de zonnespray anti-zand. Als dit werkt, echt super. Want heel vaak als ze zonnebrand aanbrengen of zo. En we gaan naar het strand of wat dan ook. Echt waar. Dan is het gewoon, dat is geen goede combinatie. Dus als dit werkt, ben ik helemaal blij. Gaan jullie ook lezen. Dan hebben we nog een heel gaaf perspakket. Echt waar. Alles wat ik krijg, daar ben ik dankbaar voor. Maar ik heb zo'n gaaf perspakket gekregen van Clarence. Dat ik echt dacht, er zat een mini setje in, die heb ik al als tip. Er zaten vier miniatuurproducten in, die heb ik al als tip geschreven op Pinkit. Maar er zat ook in een Booster Detox. Ik heb echt geen idee wat het is, maar dat ga ik eventjes uitzoeken. Er staat hier partying, te veel eten, roken. Ik denk een detox voor je huid, zeg maar. Ga ik zeker proberen. En voor de najaar komen diverse make-up producten. En daarvan heb ik een aantal ontvangen. Waaronder, dat heet het palet, het vier kleuren palet. Maar dan in het Frans. Sorry, dat ga ik niet eens proberen. En dit is 02 Rosewood. En serieus, ik heb hem al gebruikt. Ik ben hem al volop aan het testen. Deze is zo mooi. Dit is echt zo'n mooi palet. En ik zag dit en dacht, wauw. Dus ja, ik kan heel erg happy worden van dit soort producten. Dat ik echt denk van, oh, dat krijg ik dan opgestuurd. Wat leuk, dankjewel. Even kijken. En er zat ook een bruine mascara bij. De mascara Supra Volume 02. Kijk dan die huls. En het licht goud, goudkleurig. Heel mooi. Maar meer verklap ik nog niet. En er zit er een Yoli Balm in. Een soort lippenbalsem met een kleurtje, zeg maar. Maar die verpakking moet je zien. Even kijken hoor. Zo. Ik vind hem heel erg leuk. Maar ik schrok een beetje van de kleur. Maar dat is niet de kleur die hij afgeeft, gelukkig. Maar ja, hiermee komt heel snel, of heel snel, heel binnenkort een review
online, want daar ben ik al mee bezig met die review. Maar ik wil het toch even producten heel graag aan jullie laten zien. Voor die shop heb ik de Camilla lijn ontvangen, de Silky Cleansing Oil. Deze heb ik ontvangen en volgens mij bestaat het al wel even of niet, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik zag ook dat ze zo'n balm hadden, die kliniek ook even, weet je wel, om je make-up te verwijderen. Maar die was niet op voorraad, dus heb ik hem zelf gekocht. Ik denk, leuk, samen testen. Dus dit is dan niet echt PR, maar ik wilde hem wel graag zien. Deze heb ik zelf gekocht. Dit is uit dezelfde lijn en dit is dan de Sumptuous Cleaning Butter. En ja, ik denk dat wordt leuk met elkaar testen, vergelijken en zo. Hier heb ik de Take a Deep Breath en dan de Eye en de... Wat is dit? Dagcreme volgens mij. Dat is een nieuwe lijn van Philosophy en ik vind het zo gaaf dat ik dit heb ontvangen. Want ik ben helemaal gek van Philosophy. Maar zelf heb ik het budget niet echt om, misschien wel als ik zou sparen, maar om zomaar even twee producten te kopen waarvan ik niet weet hoe het gaat reageren op mijn huid. Ik heb best wel een droge, gevoelige huid. Ik ben super blij dat ik dit kan gaan testen. Van Vichy, die heeft 3 nieuwe maskers uitgebracht. Daar heb ik 2-3 weken geleden een Mask Monday artikel mee online gezet. Kon je ook maskertjes mee winnen. Maar ik heb dan van de mineraal, bla bla bla, echt deze ontvangen. Er staat er ook nog een Nederlands mineraal masker. Volgens mij zijn het alle 3 mineraal maskers. Even kijken of ik hem netjes open kan maken. Nou weet ik dat ik echt wel gek ben op maskertjes en zo. Maar Vichy is voor mij, ik ken het merk wel, maar de producten zelf nog niet. Dus dat vind ik wel leuk. Ik probeer ondertussen heel onopvallend die doos open te maken. Vind ik leuk om nieuwe producten uit te testen. Wauw, dat is echt een chique verpakking. Doorzichtig of zo, kijk. Wauw, dit vind ik heel gaaf. Die gaat binnenkort ook op een aparte Mask Monday. Die verdient zijn eigen plekje. Ik heb producten ook ontvangen. Wauw, van Fiata, als ik het goed uitspreek, dat is een online apotheek. Nou, van heb ik al wat online staan, maar daarvan heb ik ook de Chorus Basil Lemon Body Scrub. Dit ruikt goddelijk. Ik heb de geur, ik heb de werking en zo weet ik nog niks van, maar goddelijke geur, echt super. En dan van Vichy, ook weer, heb ik een Aqua Thermal, wat is dit? Power Serum. Dus, huid verzorg ik genoeg de komende tijd. Van La Roche-Posay heb ik de... Intense Mask, Haida, nog wel echt. Dit is toch allemaal, weet je, ik moet aan mijn uitspraak gaan werken hoor. Maar die Franse namen en zo. Het is een hydraterend masker in ieder geval. En even kijken hoe die er dan uitziet. Zit gewoon handig in een tubeverpakking. Dit zijn dan geen nieuwe producten, maar producten die onder de aandacht worden gebracht door de online apotheek, zeg maar. En ja, vind ik ook leuk. Dan heb ik nog iets nieuws van bij Piot. Dat is een Frans. Frans huidverzorgingsmerk, als ik het goed zeg. De My Piot BB Cream Blur. Die, dat is om aanbrengen met lichte strepen. Blablabla. Perfect gereinigd gezicht, kan alleen of na blablabla. En dan staat er aanbrengen. Ik heb een persbericht hier van boven liggen, ga ik zeker doen. En dit is mijn Piot Sleeping Pack. Dat is volgens mij een masker om mee te gaan slapen. En nou ben ik gek op maskertjes, maar een nachtmasker heb ik nog nooit gebruikt. Dus super gaaf om te proberen. En die verpakking ook echt super mooi en netjes, vrolijk, kleurrijk. Ja, vind ik heel gaaf. Is volgens mij wel ietsjes duurder dan de meeste maskers, maar ik ben benieuwd of dat zoveel verschil maakt. Het laatste product wat ik heb ontvangen is van Make-up Studio. En dat is de Strobit Cream. Weet je, dat is de laatste tijd natuurlijk heel erg de highlight en de strobing. En ik heb al gehoord dat in 2017 die trend gewoon glashard doorgaat. Dus we gaan nog meer shinen. En ook het waterige glossy finish, zeg maar, over je hele lichaam. Dus niet alleen je gezicht, dat wordt een hit. En daar kan deze strobing cream misschien ook wel bij helpen. Hij is nieuw en alleen al in de verpakking glinstert hij als een gek. Of dat is de verpakking zelf, maar de verpakking voelt heel mooi netjes aan.
pompflacon. Ik ga ermee aan de slag. En dan zien jullie. Misschien dat ik deze wel in de video ga doen of zo. Want dat zie je dan heel mooi. Of combineren met een paar items van hier. Dat zien jullie vanzelf. Ja, dit waren de producten die ik de afgelopen dagen, week ontvangen heb. Ik ben met alles echt heel erg dankbaar. Dus alle bedrijven die dit hebben opgestuurd en PR Bros, dankjewel. Ik ga ermee aan de slag de komende week. Want ik kan natuurlijk niet alles in een week testen. Dat gaat niet. Huidverzorging test ik minimaal 4 weken. Zodat ik kan zien, krijg ik er geen pukkeltjes van, uitslag of andere rare dingen. Of doet het juist echt perfect wat voor mijn huid. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet om je gratis te abonneren op mijn YouTube kanaal. En tot de volgende video. Tot ziens!